Goedemorgen, daar ben ik weer. Het is zaterdagochtend, 10 uur. Ik sta hier in het landschap bij Campbell, het plaatsje Campbell. Dat overigens het mooiste treinstationnetje heeft van heel Engeland, vind ik zelf. Maar goed, echt zo'n plattelandstationnetje. En Campbell ligt halverwege tussen onze woonplaats Malmesbury en Cirencester in de Cotswolds. En mijn zus heb ik net weggebracht naar Cirencester, omdat ze daar op de markt staat met de boeken. Ik ben hier met Harry. De dog. De zwarte labrador. Overigens is dit een zwarte labrador. Maar dit is een field dog. Dus dit is van een jachthonden. Ras. Maar andere labradors die zijn soms dikker. Dat zijn er meer de bench, de couch potatoes. Nee, dit is meer een jachthond. Dus die is slanker en kleiner. Hij is 4 jaar oud. Maar goed, waarom we hier staan, is ik sta hier aan de bron van de Theems. Ja, hier ligt de Theems. Daar verder, bij dat bosje ginds, daar begint de Theems. Ik heb ook aan de andere kant gewoond, in Londen, waar die heel breed is. Als je hier een blaadje in het water gooit, dan komt hij uiteindelijk in Londen uit. Je kunt trouwens helemaal vanaf hier natuurlijk naar Londen lopen, langs de Theems. Dat is een schitterende route natuurlijk. Maar het is behoorlijk ver west in Engeland. Dit is de West Country, net. En hier begint de Theems. Soms kunnen dingen, net als een boek, kunnen dingen soms heel klein beginnen. Zoals hier, dit is de Mighty River Thames. Die hier start en dan gaat hij onder het bruggetje door en dan stroomt hij helemaal naar Londen. Zo kan het ook met mijn boek gaan, heel klein beginnen. En steeds meer dat het aanzwelt. Hopen we. We doen ons best, dus koop dat boek. En maak van een klein stroompje een grote rivier. Tot ziens.